Hallo. Goeiedag. Ja, je ziet het, ik heb een eenvoudige baret op vandaag. Want het is vandaag de dag van de eenvoud. Nou, hoe ga je dat dan tekenen? Laten we eens het basissymbool de cirkel nemen. En laten we die eens gaan tekenen. En laten we eens gaan kijken wat we allemaal met dat basissymbool kunnen. Eenvoud. Een cirkel. Doe je mee? Ja, vandaag is de dag van de eenvoud. En ja, wat ga je dan tekenen? Nou, ik heb bij mijn cursus zakelijk tekenen, laat ik de mensen ook altijd cirkels tekenen. Dat is een van de basisfiguren. En dan, ja, dan zou ik zeggen, begin je blad dus vol te zetten met cirkels. Dus zo heel je blad vol met cirkels. En dan zul je merken dat eind van het vel cirkels steeds strakker worden. Als je zo heel je vel vol zet met cirkels, dat is een hele goede oefening. Eigenlijk zou je dit elke dag moeten doen voordat je gaat tekenen. Gewoon weer even om dat gevoel te krijgen. Probeer weer aan te sluiten, bovenaan die cirkel. En zo heel je blad vol te zetten met cirkels. Ja, dat kost even wel wat papier natuurlijk. Maar als je dat een beetje geconcentreerd doet, wel die snelheid proberen te houden, dan zul je merken dat het steeds makkelijker en steeds beter gaat. Vroeger op school deden we cirkels zetten bij een passer. Dan had je altijd zo'n gaatje in het midden. Ja, en dat is lastig en dat is niet vervelend. Zet heel je blad eens vol met cirkels. Dag van de eenvoud. Nou, eenvoudig. Maar misschien moet je daar toch nog wel even mee oefenen. En dan gaan we eens kijken. Wat kan je nou... Oh, we kunnen deze cirkels gewoon gebruiken. Wat kan je nou met zo'n cirkel? Nou ja, je kan er natuurlijk allerlei dingen mee. Wat zou je er nou mee kunnen doen? Je kan er een gezichtje van maken. Kijk, zo. Tada, heb je een gezichtje. Nou, hetzelfde, maar het lijntje net andersom, een ander gezichtje. Ja, het zijn allerlei uitdrukkingen. Volgens mij gaan we daar later nog op terugkomen. Dan gaan we allerlei uitdrukkingen tekenen. Maar je kan er ook, als je hier een steeltje op zet en een blaadje eraan doet. En we kunnen hier zo, up, dan hebben we een appel van een granaatappel. Zo. Nou ja, we kunnen ook zo doen. Zie je wat het is? Ik dacht het hier net al eventjes aan, maar wat dacht je van een kerstbal? Een kerstbal. Ja, dat kan natuurlijk ook. Een kerstbal. Ja, wat hebben we nog meer dan cirkels? Ja, misschien een. Een oog, zo. Een oog, ja. Ja, een cirkel. Nou, je kan eigenlijk van alles verzinnen met een cirkel, hè. Ik ga er ook een Pac-Man-figuurtje van maken, zo. Dan moeten we hier misschien even tanden van maken, zo. En hier nog een oor geven, zo. Dan dat haar, zo. Het wordt nu een beetje een oud mannetje. Ja, nou, je maakt hem even wat bozer. Zo. Pac-Man-idee. Ja, zo is het mannetje. Een gemeen mannetje, zie je. Ja, een cirkel. Het kan van alles zijn. Hè. Kijk, als je hier zo dit doet. Dan is het een hele grote neus. Zie je dat? Een beetje opgezwollen neus wordt het zo, maar goed. Ja, je kan overal cirkels in terugzien. Nou, we hadden gisteren het schaap natuurlijk getekend, maar dat kan natuurlijk ook een varken zijn of zo, hè? Een varkenssnuit. Zo. Varkenssnuit. Zo. Ja, cirkel.
Nou, misschien weer dat schaap. Ja, zo, het hoofd van het schaap. Ja, deze is dan net kaal geschoren, zeg maar. Maar goed. Nijlpaard. Bijvoorbeeld, hè? Ja, verzin eens wat met cirkels en een appel. Kan natuurlijk ook een watermeloen. Ik kan een basketbal tekenen, natuurlijk. Een strandbal. Dat hebben we ook al eerder gedaan en dan hadden we hem zo getekend. Vanaf dit punt zo, de lijnen. Nou goed. Tennisbal zou ook nog kunnen. Volgens mij heb ik die ook al eens eerder getekend. Hoe zag een tennisbal er ook alweer uit? Volgens mij was dat. Zoiets. Of meer. Zo. Ja, zoiets was het. Nou, een basketbal die ziet. Basketbal is volgens mij meer zo. Zoiets. Nou goed. Cirkels, cirkels, cirkels. Ja, je zou ook weer een paddenstoel van kunnen maken natuurlijk. Of een kever. Zo. Een kever bijvoorbeeld. Een wiel. En ook nog. Nou, ik zou zeggen, ga zelf ook eens aan de slag met een cirkel. En ga eens kijken wat je allemaal van een cirkel kan maken. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!